Vandaag gaan we leren hoe we al een betere website kunnen ontwikkelen met behulp van deze nieuwe CSS-video. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een vultje op mijn bril met een nieuwe CSS video. En vandaag ga ik het gaan hebben, zoals de titel het zegt, met het boxmodel. Jens, wat een hemelsnaam is het boxmodel? Het boxmodel is het belangrijkste, wat ik toch belangrijkste vind in de hele CSS gedoe. En daar ga ik het vandaag over gaan hebben. Dus dat is video 5. En als jullie kunnen zien in de inhoud, ga ik er nog een paar video's gaan hebben. Namelijk de omleiding, positionering. De uitbreiding van de positionering ga ik gaan schrappen, denk ik. Dat weet ik nog niet als ik dit ga doen, maar dat zal ik dan wel zien. En dan komt ook nog een korte inhoud in Bootstrap. Wat is nu het boxmodel? Wat is een boxmodel? En daarvoor heb ik eventjes een samenvatting. Het boxmodel, dit zijn trouwens allemaal afbeeldingen van mijn eigen lessen. Het boxmodel, elk HTML-element kan bekeken worden als een blokje of een box. Dus ieder P-elementje wat je schrijft, kan je gaan zien als een blokje of als een boxje. Nu, de grootte dat blokje gaat innemen, wordt niet alleen bepaald door de inhoud, de content, maar ook door de ruimte rondom de inhoud, de padding, de rand er rondom, dat is de borden en de ruimte rondom die rand, de margin, oftewel zoals we hier kunnen zien. We hebben namelijk in het midden de content staan, zoals je hier hebt bijvoorbeeld ik ben Jens. Dan hebben we daar rond een padding en dat betekent dat we, als we de content hebben, kunnen we een padding aangeven. Wat is een padding, wat is een wit, wat is die border, die margin, komen we allemaal bij. Vervolgens hebben we daar een border rondom en dan hebben we nog de marge daarboven. Dus dat is in het kort wat je kunt hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld de width van 250. Dat betekent de breedte van 250 pixels. Een padding van 10 pixels. Als we naar de content gaan kijken. Dat betekent we hebben hier een zinnetje staan. 10 pixels erboven, onder, links en rechts. Het gaat er witregel zijn. Dus het gaat gewoon wit zijn. Of een andere kleur die jij zelf kiest. We hebben dan een border van bijvoorbeeld 5 pixels groot met die een vette lijn is en grijs is. En we hebben dan daarna ook nog een margin. Margin gaat er eigenlijk voor zorgen dat alles in één deel wordt verplaatst. Dus het blokje zelf wordt verplaatst. Dat betekent eigenlijk dat de breedte van de box 10 pixels links, 5 plus 10 plus 250 plus 10 plus 5 plus 10, gelijk is aan 300 pixels. Voor eventjes snelle wiskunde, quick maths. Ik ga trouwens de theorie niet zo lang gaan houden, zodat we direct ook in de oefening kunnen gaan vliegen, want de theorie is niet zo moeilijk. En we komen bij deeltje 2 en dat zijn de eigenschappen. Hoogte beperken, blokgrootte, breedte beperken, randen, opvullingen en meer. Als eerste komen we bij de grootte van de content. De grootte van de content kan twee dingen zijn, de width en de height. Dus de breedte en de hoogte van het element wordt bepaald door width en height. En deze worden uitgedrukt met een lengtemaat. De lengtematen, dat kunnen pixels EM's zijn, daar heb ik het vroeger ooit over gehad, een procent zijn of de waarde auto kan ook gebruikt worden om de grootte automatisch te gaan bepalen. Uit de percentages, dat is eigenlijk de grootte relatief ten opzichte van de grootte van het venster. Dus hij gaat het procent, bijvoorbeeld 50% gaan berekenen, dan gaat hij de schermgrootte nemen en daar 50% van nemen. Dus dan is het eigenlijk echt van puur, ja, van je schermgrootte gekozen. Dan maar ook de maximum en minimum breedte en hoogte kunnen ingesteld worden met de max width, min width, max en min height. En deze kunnen uitgedrukt worden ook weer in die lengtematen, maar kan ook de waarde non hebben om te bepalen dat er geen maximale waarde gebruikt moet worden. Hier komen nog een paar voorbeeldjes ervan, want anders is het niet zo simpel om het te laten zien of is het niet zo simpel om te begrijpen. En daarom heb ik hier eventjes een paar voorbeelden. We hebben dus de width en de height. We hebben hier, het was een fijne dag. Dan zien we een div van een hoogte van 200. Dit is gewoon de tekst. We zien dat dit, de div, de rondom, een hoogte heeft gekregen van 200 pixels. Een breedte van 150 pixels en een achtergrondkleur. Rondom hier is gewoon witte tekst. Je ziet dus dat we die gewoon een bepaalde grootte hebben gegeven met hoogte en breedte. Dan hebben we die max width en max height enzovoort enzoverder. En dat is eigenlijk het volgende. Als we met de minimum width en de max width gaan werken, wat jullie niet te goed gaan zien, dan zien we dat deze telkens de juiste waardes gaan aanhouden. Ook als we het scherm kleiner maken, hij gaat telkens die waardes gaan aanhouden. Dus dat is met die max width en de min width. En dan hebben we hier ook nog de heights op staan. Dus we gaan eventjes deze erbij pakken. En dan zien we eigenlijk al direct iets anders. We zien dat de blokjes over elkaar gaan. En hoe komt dat? Als we eventjes in de code gaan, dan zien we dat we hier een breedte of een hoogte hebben. Een breedte hebben van 400 pixels. Maar hier hebben we de minimumhoogte op 10 pixels gezet. En de maximumhoogte staat op 30 pixels.
Wat betekent dat? Als ik heel eventjes de debugger bij pak, oftewel de developer tool, dan ga ik heel eventjes de max height uitzetten. En dan zien we dat direct de hoogte wel bepaald wordt op het blok element, maar als we het aanzetten, die eigenlijk niet meer. Dus je kan zo met de max en de min width gaan bepalen hoe dat die tekst eruit komt te zien. Oké, dat was alles met width en height enzovoort. En dan komen we nu bij randen. Je kan ook heel leuke dingen doen met randen rondom een tekst, rondom een blokje. En dat is aan de ene kant dat er drie eigenschappen zijn voor de rand. En aan de andere kant zijn er drie eigenschappen die we kunnen opsplitsen in de vier zijden van de box. Dus we hebben de drie eigenschappen voor de rand. Border style, border width, border color. Style is de stijl, width is de breedte, color is de kleur. Deze kunnen samengevat worden in de eigenschappen border. En de volgorde is dan border width, border style en border color. Wat is het allemaal? Dat wordt zelfs duidelijk in een voorbeeldje dat ik heb klaargezet. Maar de border is eigenlijk puur een kader rondom. Bijvoorbeeld je hebt een foto, ik kijk nu rechtstreeks naar een foto van mij. Je hebt een foto en dan heb je daar rond een kader zitten, een fotokader. Dat is net hetzelfde wat wij gaan doen. Aan de andere kant hebben we dus ook drie eigenschappen die we kunnen opsplitsen in de vier zijden van de box. Border top, van boven, rechts, bottom, onder en links. Ik weet niet, want ik draai mijn webcam, dus het kan zijn dat ik een verkeerde kant aan doe. Deze vier zijn telkens ook weer samengestelde eigenschappen. Border top bestaat uit border top wit, border top style en border top color. Dit zijn de verschillende opmaken die mogelijk zijn met de border style. We hebben non, dan zie je geen rand. We hebben hidden, dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde als non, maar dan verborgen rand. Dotted, dat betekent een gestippelde rand. Dat is niet heel, heel makkelijk te zien. Maar ik weet niet, ik weet zelfs niet. Kunnen jullie het goed zien? Het is echt niet, het is niet te zien. We hebben dash, dat zijn gestreepte rand. We hebben solid, een volle lijn. Double is twee omlijningen. De width is de totale breedte van die twee lijnen. We hebben groove, dat is een 3D grooved border. Dan zie je dat het naar binnen gaat. We hebben wedge, dat is dat het naar buiten komt. Dan hebben we ook nog inset en outset. En inset is eigenlijk ook een 3D inset, dus het gaat echt helemaal naar binnen en outset is dat het echt naar buiten komt. De richt en de groove is, de groove was dat het gegraveerd-achtig was en wedge is dat het naar buiten kwam. Zo was het, ja. Dus dat kan je allemaal gebruiken met border style. En hier heb ik een klein voorbeeldje van hun eigen website. En daar zie je dus als we border style solid en al de rest doen, dan krijg je dit als voorbeeldje. En hier staat Wurlitzer Electric Piano. Wurlitzer. Oké, maar ja, het volgende is ook nog van de randen en dat is hoe je die kunt gaan opmaken. En dat doen we dus ook met de border width en de border color. En met de eigenschap border width wordt de randdikte ingesteld. En deze wordt uitgedrukt in pixels of tick. Of medium, wat standaard is. Tin en tik, mooi. We hebben ook de border color. Ah ja, trouwens, de border width is gewoon puur de breedte van de border. Border color krijgt een kleurnaam, hexadecimaal of RGB-waarde, of de waarde transparant. Dus dat is gewoon puur de kleur. En deze border width en border color werken niet wanneer dat er geen border style is ingesteld. Dus je moet een stijl hebben ingesteld voordat je ook maar een kleur kunt zien. Allee, dat lijkt mij toch duidelijk. Het volgende heb ik hier eventjes opgesomd, de border width en de border color. Je ziet dus bij de breedte, bij de eerste heb ik gewoon 2 pixels. Je ziet rondom overal 2 pixels. Tik, dat betekent gewoon dik. En hier zie je 1, 4, 12, 4. Ha, wat is dat? 1 van boven, 4 rechts, 12 van onder, links 4. Altijd kloksgewijs, boven, rechts, onder, links. Altijd hetzelfde. Border color kan je ook weer doen. Je kan dus border color en ook weer de kleuren apart meegeven voor 4 verschillende kleuren te krijgen. Kan je allemaal ermee gaan doen. Jens, hoe kan ik die border style nu toepassen? Dat is het volgende. Zo kunnen border style, border width, border color 4, 3, 2 of 1 waardes toegekend krijgen. Border style heb je bijvoorbeeld dotted, solid, double dashed. Dus de top, dus van boven is gestippeld. Van de rechtse zijde is solid, dus één lijn. Onder is gewoon dubbel, dus dubbele lijn. En links is gewoon dashed, dus met streepjes. Dus dat kan je ook allemaal kiezen. Je kan allemaal verschillende lijnen. We kunnen ook dotted, solid, dubbel. Dan gaan we zien dus dat de top border is dotted, rechts en links is solid, omdat deze als tweede staat. En onder is dan. Dit betekent boven en onder, links en rechts. En dit is gewoon alles. Dus zo kan je ook gaan instellen en zo kan je ook veel makkelijker bepaalde lijnen kiezen. Om het heel eventjes te visualiseren, heb ik hier een fotootje bijgehaald. Hier zien we margin top en ook alle border tops. We hebben border right en margin right en padding right. En hier is uw padding top. En hier hebben we ook border en margin en padding. En hier hebben we ook border, margin en padding. Jens, wat is die margins en paddings en allemaal? Nou ja, dat is het volgende waar we nu bij komen.
Margins en paddings zijn iets van de belangrijkste dingen die ik overal gebruik op mijn websites, ook de website die ik aan het herschrijven ben. Margins en paddings zijn de dingen die je veel gaat gebruiken. De grootte van de margin en de padding kan uitgedrukt worden met een maateenheid zoals px, pt, em, centimeter of een procent ten opzichte van de inhoud. Ik gebruik vaak pixels en heel vaak ook procent. De margin kan ook een negatieve waarde aannemen. De padding kan dat niet. Margin kan ook de waarde out toegekend krijgen. De marge wordt dan bepaald door de browse. Bijvoorbeeld linker en rechter marge op auto zorgt dat het element in het centrum terecht komt te staan. En daarvoor is de margin, dat is echt puur het blokje, gewoon verplaatsen. De padding is binnenin, dat is het blokje, en dan daar, naar boven, naar onder, gewoon het blokje laten staan en de tekst binnenin, gewoon het element zelf gaan aanpassen. Dat is al een groot verschil. De marge en de padding kunnen eigenlijk ook weer, dezelfde wijze als de borderstaal, 1, 2, 3 of 4 waardes toegekend krijgen. De margin kan opgesplitst worden in margin top, margin wide, margin bottom en margin left. Padding kan ook opgesplitst worden in al deze 4. Er komen wel voorbeeldjes, want anders wordt het niet duidelijk, denk ik, of wel? En hier heb ik een voorbeeldje van padding en margin. We hebben hier dus als eerste de padding. En ik heb hier een padding op 10 pixels gezet bij het accent. Of ja, ik niet, ik heb het gewoon afgehaald. En we zien dus dat de tekst, je ziet dus dat de box eigenlijk groter wordt. En dat eigenlijk de box blijft op dezelfde plaats staan. Maar je ziet met een padding 10, dat betekent zowel boven, onder, links als rechts, gaan er 10 pixels afstand komen van de rand. Dat doet padding. Margin daarentegen, je ziet een margin van 20 pixels, die gaat hij gewoon naar onder, naar links en rechts en ook boven gaat hij eigenlijk 20 pixels zetten. Dus je ziet dat deze ten opzichte van hierboven 20 pixels naar onder is verschoven, maar ook naar rechts is verschoven. Dus dat doet ook die margin, dat doet dus margin. Oké, nu komen we bij het volgende en dat is outline. Outline zelf gebruik ik nooit. Ik heb het nog nooit echt gebruikt gehad, omdat ik ook nooit de goede helemaal wist van wat het gebruikt werd. Maar outline is een lijn die getekend wordt rond de omleiding van een element. De outline maakt geen deel uit van een totale afmeting van het element. De totale breedte en hoogte van een element wordt niet beïnvloed door de hoogte en breedte van de outline. Maar wat een zin. De samengestelde eigenschap outline bestaat uit 3 eigenschappen. Outline color, kleur van de outline. Outline style, stijl, dotted, dash, solid, double, al die stijlen. En outline width, de breedte of dikte van de outline. En wat bedoel ik hier mee? Heel eenvoudig, als we hier een menu-item hebben. Je ziet dat er is niet met de muis overgegaan. Als ik wel met mijn muis erover ga, dan zie je dat het menu-item breder is geworden. Dat doet outline. Het zorgt er gewoon voor dat als je over iets gaat, of als je gewoon een elementje, ja, een bepaald effect wordt geven. Wat ook heel simpel kan met een animatie, in plaats van met outline. Oké, het volgende is display, oftewel visual formatting model. Display, wauw. Met de eigenschap display kunnen we de weergave van element gaan wijzigen. We hebben blok, inline, non. Dit zijn eigenlijk vrij belangrijke. Inline en blok en non af en toe gebruiken ook redelijk veel. Als we blok zeggen, dan wijzigt een element naar een blok-element. Waardoor het op een nieuwe lijn komt te staan en afsluit met een nieuwe lijn. Bijvoorbeeld de foto, dan wordt die alleen op een regel geplaatst. Zelfs komt nog een voorbeeldje. Inline, dan gaat het element gaan wijzigen in een inline element, waardoor het op dezelfde lijn komt te staan. En non, dat is het element wordt gewoon niet getoond. Er is ook geen ruimte voor voorzien, het is gewoon niet getoond. En dat gaan we als volgende te zien krijgen. We hebben hier dus een opsomming, dus we hebben gewoon een paginatie-achtig. Een opsomming, dus home, products, about, contact en ook services. We zien de LI is display inline. Dat betekent in plaats van onder elkaar komen ze op één lijn te staan. En hier hebben we ook de coming soon. Dat staat gewoon op display non. Dus dat betekent dat die gewoon weg wordt gehaald. Maar dan hebben we visibility. En dat is eigenlijk de tegenhanger ervan. Wil je dat een element niet zichtbaar is, maar toch zijn plaats inneemt, dan kunnen we visibility gaan gebruiken. Of ja, niet echt zijn tegenhanger, maar met visible, oftewel de standaardwaarde, is het element zichtbaar. Hidden is het gewoon weggehaald, maar heeft het toch nog zijn ruimte. En collapse werkt eigenlijk puur in tabellen. En dat is eigenlijk net hetzelfde als hidden. Maar hetgeen wat we gaan krijgen, is het volgende. We hebben nog altijd display inline, dus we zien het nog steeds op één lijn. Maar visibility hidden gaat ervoor zorgen dat de plaats van services toch nog altijd wordt voorgehouden. Of nog, ja, wordt behouden. Oké, voordat we naar de oefening gaan, nog een korte samenvatting van display en visibility. Display kun je dus blok, inline en non. Wordt dus niet getoond en neemt geen plaats in. Visibility, visible, hidden, collapsed. Visible wordt niet getoond, maar neemt wel plaats in. Oké.
Er zijn 2-tal vraagjes. Oudere browsers zijn niet bekend met de nieuwe HTML5 elementen zoals header, footer en navigatie. En in deze browsers worden die elementen ook gewoon al verondersteld als opmaak. Maar een groot verschil met de semantische opmaak is dat deze inline zijn, terwijl die header, footer en navigatieblokken elementen zijn, echte blokelementen. Hoe laat ik dit nu zien in oudere browsers? Dat doen we eigenlijk als volgende, gewoon met header, footer, nav, display, blok. Dat is het. Belangrijk om te weten is dat het lettertype en de lettergrootte van invoervelden niet wordt overgeërfd. Die moet je ook altijd apart gaan invullen. Hoe zou je dat kunnen oplossen dat hij dat toch gaat overnemen? Dat kan je met het input doen en dan font family inherit en font size inherit. Dan gaan deze het gaan inheriten, dus gaan overnemen. Oké, we zijn aangekomen bij het einde van de theorie en dan komen we nu aan bij het dankwoord, oftewel bij de oefening hierna. En het dankwoord is heel veel dank aan mijn school, de UC Leuven-Limburg, want anders kan ik het niet doen van deze video's en ik heb die lessen gevolgd daarbij. Maar we komen nu bij de oefening, een oefening, en dit gaan we gaan maken. Dit is eigenlijk al een vrij volledige website, een soort van forum. Een vrij goede website eigenlijk al. En dit is de oefening die we vandaag gaan maken. Ik heb hier eventjes de oplossing bijgehaald. Het heet nog altijd oefening les 6, dat is van mijn school nog altijd. Maar we hebben dus een foto van boven, we hebben 2 titeltjes, we hebben een menu. Als we erover gaan, krijgen we het menu en we kunnen er ook overgaan. En deze heeft een outline, en zodat we dus de tekst beter te zien krijgen. En dus als we naar het menu komen, we hebben hier een titel met een mooie rand rondom. We hebben hier telkens P-elementjes die ook telkens een lijn ertussenin hebben. En we hebben een footer ook weer met de afbeelding en alles staat mooi gecentreerd met een schone achtergrond. Dat gaan we vandaag gaan zien in deze oefening. We zijn goed bezig. Ook al zeggen ze van niet. Zijn wij slecht bezig? Nee, dat denk ik toch van niet. Oké, als eerst wil ik eventjes erbij zeggen, doe nu alvast een blauw duimpje omhoog voor die 100-tal mensen die toch naar deze video's kijken. Want voor jullie maak ik speciaal deze serie nog volledig af. Want ik dacht, zoals Vincent het zei van Da Vinci Style Games, niet veel mensen kijken zijn serie van Assassin's Creed, ik wel. En ik vind het gewoon een toffe serie. Maar hij blijft toch nog steeds uploaden. Dus daarom dat ik het ook doe. Merci voor Vincent. Merci van Vincent. Dus we gaan gewoon direct gaan invliegen in de oefening. En het ziet er als eerste zo uit. Gewoon puur HTML. Er zit niet veel in. We hebben een navigatie, zoals we hier kunnen zien. We hebben een header, oftewel het hoofd. We hebben een footer, zodat we onze voeten hebben eigenlijk. Een footer is hier onderaan. Wat ik trouwens ook bij mijn website heb. Die is een update. Daar heb ik ook een navigatiebar en een footer die overal terug te zien is. En dat gaan we vandaag dus ook gaan doen. We gaan die wat gaan aanpassen. Voor de rest hebben we wat P-elementjes met lorem ipsum dolor sit amet. Dat is puur tekst die je als programmeur veel inzet. En dan gaan we nu eigenlijk ervoor gaan zorgen dat we met behulp van wat CSS het veel schoner gaan maken. En daarvoor moeten we eerst de file gaan binnenhalen. Trouwens, jullie kunnen alles afhalen met behulp van het link hieronder in de beschrijving. Daar zit de hele uitleg bij, maar ook de volledige oplossing. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier eventjes video YouTube van maken.css. Dus we moeten een linkje gaan leggen naar de CSS-file die we gaan aanmaken. En de CSS-file is de video YouTube.css. Dus ik ga die gaan opslaan als video YouTube.css. Als jullie dat nog altijd niet weten, dan kan het zijn dat je de vorige video's allemaal nog niet hebt gezien. Bekijk dan zeker de introductievideo. Maar ja, we hebben hier dus video 5 is het, en die staat oefening les 6, maar niet uit. Dus hetgeen wat we gaan doen is als eerste, en dan ga ik eventjes aflezen. We gaan dus gaan beginnen direct met de achtergrondkleur aan te gaan passen naar een paarsachtig iets. Mooie voorbereiding Jens, naar een paarsachtig iets. Dus we willen het hele lichaam, ons heel lichaam, gaan aanpassen. Dus het hele body. Wow, daar ging mijn stem. Dus we nemen body. En we gaan dat eventjes zo doen. En we gaan gewoon de background color gaan aanpassen. Voor jullie kan het misschien ietsjes te snel gaan. Dat klopt, want ik ga af en toe het stukje er gaan uitknippen. Ik ga heel eventjes gaan kopiëren en plakken. Maar jullie hebben nog altijd de oplossing. En we gaan kijken. Kijk eens aan, we hebben al de achtergrondkleur. Zorg ook dat het lettertype Helvetica Nuo wordt gebruikt. En als dit niet beschikbaar is, gebruik dan Helvetica, Arial of Sans Serif. Dus wat gaan we gaan doen? We gaan dus de font family binnenhalen. Dus font family. En dat moet ik ken het niet van buiten. Is Helvetica Nuo. Dat lettertype. Dus we gaan eventjes kijken. Er valt gewoon niks van het lettertype. Wauw, dus volgens mij klopt dat niet. En dan moeten we, als die niet kunnen ingeladen worden, gaan we Helvetica binnenhalen, Arial, oftewel sans serif. En dat zou moeten wel moeten werken. Ja, oké. Dus de Helvetica Nuo.
denk dat het niet echt klopt, maar oké. Maakt niet zoveel uit. Wat gaan we dan doen? We gaan ervoor zorgen dat de container een breedte heeft van 770. Dus we gaan eventjes kijken. ID container. Dus dat is zo goed als alles. Dus alles wat hij binnen heeft, moet maar een breedte hebben van 770 pixels. Wat betekent dat? Dat het is een ID, dus punt container. Wat zeg ik? Het is een ID, dus we nemen hashtag container. En dan gaan we vervolgens het volgende doen. Dus het moet een breedte hebben, dus wit, van 770 pixels. Dus we gaan 770 pixels meegeven. En dan, hallo, dat is dat al. Nu, we gaan ervoor gaan zorgen dat die ook in het midden geplaatst wordt. En als we goed onthouden, we hebben margin en padding. Padding is alleen voor het element zelf. Margin gaat iets gaan verplaatsen. Het moet in het midden. Jens, hoe weet ik het midden? We gaan het zelf laten bepalen door middel van auto te zetten. En het gaat automatisch in het midden staan. Dus ik maak het scherm groter. En je ziet dus dat hij altijd in het midden komt te staan. Dus dat is wel heel fijn en heel handig. Als we dat hebben gedaan, wil ik ook alles een beetje van de rand gaan hebben. En we geven dus ook een padding van 10 pixels mee. Waarom gaan we dat doen? Omdat wij als volgende een achtergrondkleur van wit willen hebben. Dus ik ga heel eventjes als eerste dat gaan doen. Background color en dan white. Hij gaat ervoor zorgen dat die kleur wit is geworden. En dan zien we dat hij veel te kort bij het wit staat. Dus daarom ga ik overal een padding gaan toepassen van 10 pixels. 10 pc's, wauw. Van 10 pixels. En dan zien we dat hij een beetje van de rand af is gegaan. Veel beter. Het volgende wat ik eigenlijk wil, is bij de hoofding, of de header, deze foto. De header.jpg hebben. Deze foto staat trouwens ook bij de oplossing. Ik wil dat deze foto eigenlijk over de hele header staat, als achtergrondfoto. Dus als we eventjes gaan kijken, hebben we hier een header. Daar moet die hele foto komen. Dus wat ga ik doen? We gaan de header nemen, omdat dat een header is. En dan gaan we hier als background image, dus als achtergrondfoto, background image, deze foto gaan binnenhalen. Dus we nemen URL. En dan de URL, dus op de plaats dat deze staat. En dat is gewoon in dezelfde map bij mij, bij header.jpg. Ik heb juist wat spaghetti gegeten voordat ik deze video begon. Dus ik heb constant boer en darm dat ik er een stukje uitknip. Eenmaal, ik heb gasophoping. Dus background image. En we zien direct dus, oké, we hebben dat al gemaakt. Maar de foto is niet volledig, plus de tekst is niet goed leesbaar. Dus wat gaan we doen? We gaan deze een breedte meegeven van 730 pixels en een hoogte van 175. Dus we nemen een breedte, dus dat is wit van 730 pixels. En dan ook nog in één keer een hoogte, dus height van 175 pixels. En als we dat gaan doen, kijk eens aan, de foto, oké, komt deels goed uit. Daar komen we zo dadelijk bij om die foto iets schoner te maken. Maar waarvoor ik nog ga zorgen, is eventjes de tekst, dus de color, gewoon gaan aanpassen naar white. Want anders is het niet echt goed leesbaar. Kijk eens aan. Plus, ik vind ook dat de foto inderdaad niet heel goed is. Dus we gaan eventjes gewoon een padding gaan toepassen van 20 pixels. Paddingetje van 20 pixels. En we zien dat de foto direct ook wat groter is geworden. Het is een beetje uitgetrokken. En er zorgt er dus voor dat het wat veel beter in het scherm komt te staan. Dus dat hebben we al aangepast. En dan gaan we direct door naar het volgende. Ik vind dat deze titels toch wat te groot in het beeld staan. Nu, we zien dat dat een H1 is en een H2. Dus de H1 ga ik eerst eventjes aanpassen. En deze ga ik een grootte meegeven van 1.8 EM. Dat is een andere soort dan pixels of procent EM. Ik heb het ooit uitgelegd. Ik moet heel eerlijk zijn, zelf gebruik ik EM nooit echt. Maar ik ga gewoon nu 1.8 EM meegeven. En dan zien we dat de titel iets kleiner wordt. De tweede titel wil ik ook kleiner maken. Dus die ga ik ook een font size gaan meegeven. Maar deze gaat nog kleiner, 0,8 EM zijn. En dan gaan we zien dat deze heel krap en heel klein is. Oké, we zijn nu aangekomen bij het menu. En de stappen die ik ga volgen is een beetje raar. Maar toch gaan we ervoor gaan zorgen dat het menu schoon wordt. Dus met wat ga ik gaan beginnen? Ik ga heel eenvoudig met gewoon het eerste menu-item beginnen. Want we willen erover hoveren en dan pas komt de rest. Dus daarom dat ik als eerste alleen met het bovenste ga beginnen. En wat ga ik daarmee gaan doen? Ik ga het volgende doen. We gaan het eerste kind even wat gaan aanpassen. En ervoor gaan zorgen dat het maar één lijn gaat innemen. Dus het moet maar één lijntje innemen. En dat hebben we daar juist gezien. En hoe deden we dat weer? Dus ik wil het eerste item hebben. En we weten dat dat, in onze navigatie zit. En dat is een UL en dan daarna een LI. Dus we zien hier een UL en dan een LI. Wat betekent dat? Als we navigatie gaan nemen, dus we typen nav. En ik wil het eerste kind van de LI's hebben. Dus LI,
First Child. Trouwens, het programma wat ik gebruik is Visual Studio Code. Dat gebruik ik sinds de vorige video. Ik gebruik het op school al vrij lang. Ook op mijn stage op dit moment. En ik vind het een top fijn programma. Je kan er zoveel mee. Dus we doen NAF LE First Child. En we gaan deze gaan tonen op het scherm in één lijn. Dus display het scherm in line. Op één lijn. Dus we doen display. En dan in line. En dat gaat ervoor zorgen dat het op één lijntje komt. En dan, allee, we gaan het nu nog niet gaan zien, omdat het eerste element alleen aangeduid is. Maar als ik op de rest zou doen, zou het ook op één lijn komen. Maar daar komen we zelfs nog allemaal bij. Het wordt wel volledig duidelijk. Ik wil namelijk dat deze andere niet meer worden getoond. En alleen worden getoond als ik erover ga. Dus wat gaan we doen? We gaan alle LE's die erna komen, dus UL, LE's. Dus gewoon na de UL, die LE's wil ik hebben, die gaan we gewoon niet meer tonen. Dus display, non. Toon die niet op het scherm. Bam, weg. Die nemen niks in, nemen niks plaats in en je ziet die ook gewoon niet meer. Nu gaan we de linken zelf ook, of ja, gewoon deze menu-items allemaal gaan aanpassen met een achtergrondkleur die we zelf eens kiezen. En ik neem background color en ik neem deze kleur. Ik copy en paste het heel eventjes van mijn voorbereiding. Dus we nemen deze kleur. Kijk eens aan, deze is blauw geworden. Ik vind dat het toch wat vrij kort op één is. Dus ik ga hier een padding aan meegeven. Maar ik wil boven en onder 5 pixels hebben. En links en rechts maar 10 pixels. Of 10 pixels hebben. Dus 5 pixels, 10 pixels. En het gaat ervoor gaan zorgen dat we dat gaan krijgen. Een mooi menu-itemtje. Wanneer, mooi. De link er binnenin is nog niet zo mooi. En dat is het volgende. We gaan de link dus eventjes gaan aanpassen in het menu. Dus we halen het effect weg van de link. En maken het een witte kleur en vet gedrukt. Nu, omdat dit in de navigatie is en dat zijn alle linken, doen we navigatie en dan A. Dus ik wil van de navigatie de linken hebben. Zoals je kunt zien, naf en dan de A's. Naf, 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 naf. En dan gaan we hier heel eenvoudig de text decoration, dat hebben we vroeger al gezien, op non zetten. Dat betekent dat we de link eigenlijk, de lijn hieronder gaan weghalen. Ik wil dat de kleur eronder, dus de color, op wit komt te staan. Dus we gaan deze wit maken. Dan zien we dat de tekst wit wordt. Plus ik wil ook dat het vet gedrukt wordt. En dan moet ik heel even nadenken wat dat weer was. Font weight. Ja, dat was het font weight bold. Dus we gaan deze vet gedrukt maken. En kijk eens aan, het is al een pakje schoner. Maar het wordt nu nog steeds niet getoond. Alle rest van de elementen wordt niet getoond. Hoe doe ik dat? Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Daarjuist hebben we display non gezet voor alle rest, wanneer dat deze wel nog wordt getoond. En eigenlijk moeten we net hetzelfde gaan doen met alle andere items, eenmaal als we over het menu hoveren. Wat betekent dat? We zitten in de navigatie, we zitten in de UL, maar als we over de UL hoveren, dus eigenlijk wil ik gewoon als ik hier over hover, dus over dit heel gebied, dan wil ik dit doen, dus we typen hover. En dan wil ik dat alle LI-elementen in die hover iets gaan doen. Wat moeten die gaan doen? Deze moeten in één lijn gaan getoond worden, dus display in line. Wat betekent dat? Als ik er nu over ga, kijk eens aan, ze zijn niet meer verborgen. Ze worden gewoon getoond als ik er over ga. Maar we zien direct nog iets, heel vervelend. Dit staat niet helemaal links. En hoe komt dat? Dat is eigenlijk het volgende. We moeten de padding en de margin over de hele site nog eventjes te goed gaan zetten. We gaan deze dus een soort van gaan resetten. Dus ik ga helemaal naar boven. En ik ga eigenlijk over de hele site, over de hele website iets gaan toepassen. En dat doen we wat ik ooit heb gezegd gehad met het sterretje. Sterretje betekent pas ze toe op alles. Dus ik wil dat er geen padding is, dus padding van 0 pixels. Maar ook een padding, een margin van 0 pixels. Dus margin 0 pixels. En dan gaat er eigenlijk voor dit gaan zorgen. Dat we eventjes een heel rare website krijgen. Maar het menu staat wel fatsoenlijk. En alles staat helemaal opeengepropt. Maar dat passen we straks nog aan. Dus het zorgt eigenlijk voor dat alle elementen eventjes geen opmaak hebben. Totdat je ze zelf opmaak geeft. Oké, we zijn bijna klaar met de navigatie. Nog een tweetal dingetjes. Maar waar ik voor wil zorgen is, als je erover hovert, dat het wat groter wordt. En dat is het volgende. We zien dus niet echt wat we aanduiden. Dus we gaan de kleur gaan aanpassen als we erover gaan. Door middel van een andere achtergrondkleur te geven. En hoe doen we dat als volgende? We gaan naf en dan LI hover. Alle LI's waar je bij de navigatie over hovert, wil ik iets gaan doen. We gaan daar dus de background color van gaan aanpassen. En de background color ga ik heel eventjes gaan kopiëren en gaan plakken. Want dat ken ik jammer genoeg niet van buiten.
En dan gaan we te zien gaan krijgen als we erover gaan dat deze ietsjes donkerder blauw zijn. Maar ik wil het ook wat dikker maken. En dat gaan we met die outline gaan doen. Wat we daar juist hebben gezien. Dus we typen outline. Outline is een samenvatting van alles. Dus outline border, outline color enzovoort. Ik wil dat het 2 pixels breed is. Ik wil ook dat het een volle lijn is. En ik wil dat het deze kleur heeft. En dan ga ik eventjes ook weer kopiëren en plakken. En eigenlijk ja, was het gewoon net hetzelfde als hierboven. En wat we dan te zien gaan krijgen is als we erover gaan, dat hij gewoon een beetje dikkerder wordt. En dat kan je doen met outline. En ik ben eigenlijk blij dat ik dat zelf terug heb geleerd. We zien wel dat het menu een beetje over de foto gaat. Dus dat gaan we heel eenvoudig aanpassen. We nemen de volledige naf. En dan ga ik deze een margin gaan geven. Ik wil dat ze 5 pixels, heb ik 5 gezegd? Ja, 5 pixels van boven en van onder ruimte geven, maar niet van links en rechts. Dus we doen 5 pixels boven en onder. Dus 5 pixels van boven en onder en 0 pixels voor links en rechts. En dan gaan we dit te zien krijgen. Schuift schoon op. We zien hier een beetje spatie, daar wat spatie. En we zien dus dat hier alles goed in orde is. Behalve als het wat dikker wordt, zie je inderdaad dat het over de foto gaat. Eventueel geef je meer pixels mee, bijvoorbeeld 8 pixels. En dat zorgt er dus voor dat je wat meer ruimte hebt. Kan je doen. Oké, we zijn nu aangekomen bij de P-elementen. En dit staat bij het ID content. Oftewel een heel divje erover met content. En we gaan daar een hele hoop aanpassingen in doen. Want ik vind het niet echt schoon. Dus wat gaan we doen? We gaan er eigenlijk eerst voor gaan zorgen dat we de titel gaan aanpassen. We zien dat hier een H2 elementje in zit. En die titel wil ik wel gaan aanpassen met een heel kadertje er rondom. De tekst wat aanpassen naar een andere kleur. Dat gaan we allemaal gaan doen. Dus wat gaan we doen? We kijken eerst, dus we zitten bij het ID content, dus hashtag content. En ik wil de titel, dus H2. Oké, dat hebben we al geselecteerd. Wat gaan we doen? We gaan de titel een beetje gaan aanpassen van grootte. Dus we gaan de font size gaan aanpassen. Ik doe 1.2 em. Oké, dus we hebben die grootte aangepast. Die is groter geworden. Ik wil ook dat deze niet vet gedrukt is, want we zien dat die precies vet gedrukt is. Ik weet niet waarom. Ah ja, titels worden vaak vet gedrukt getoond. Dus we gaan deze font weight aanpassen naar non. Of normal. Naar normal is het niet non. Hij gaf het mij al aan. Oké, we zien dat die niet meer vet gedrukt is. We willen wel de titel schuin tonen. Dus we doen font style. Font style moet erbij staan. Italic. En hup. Italic aangevuld. Hallo. En die staat schuin gedrukt. Vervolgens gaan we de kleur wit maken en de achtergrondkleur de blauwe of paarsachtige achtergrondkleur geven. Dus we geven color white. Color white. En de background color. En ik ben het verkeerd aan het typen. De background color gaan we als volgende doen. Dat is deze waarde en dat is ook weer dat paars. En we zien dus dat we wat paars hebben. Maar ik zie eigenlijk dat de titel nog altijd geen echt randje heeft. Er zitten nog geen randen rond en ik wil wel een bepaalde rand geven. Dus we maken op de titel ook een randje aan die wat naar buiten komt. Dus met een bepaalde outset. Ik weet niet waarom ik outset heb gezet, want het klopt niet. We gaan geen outset gaan gebruiken. We gaan deze een border gaan geven en ik ga deze als stijl gewoon outset geven. Dus border style gaan we outset nemen. Dat betekent dus dat hij gewoon ja, outset gaat krijgen. We gaan dat niet echt zien. Je ziet dus, de border is er, maar het is niet groot. Dus waarom gaan we deze maar niet gewoon een beetje groter maken? Border wit van 5 pixels. Dat betekent dat de border wat groter is geworden. Ja, de border is groter geworden. We zien wel dat de kleur van de border niet echt schoon is. Dus we doen border color. Trouwens, als je gewoon het border element gebruikt, kan je dit allemaal veel korter schrijven. Ik schrijf het gewoon heel breed. We nemen deze kleur. We zien dat de border een andere kleur heeft gekregen. Oké. Nu, ik ben niet eigenlijk tevreden dat de tekst zo kort bij de border staat. Plus, het staat ook heel kort bij het menu. Dus ik wil dat de tekst, of dat het hele element wordt verplaatst, maar ook dat bij de tekst iets wordt aangepast. Bij de tekst, dat betekent padding. Padding gewoon, ja, oké. Van bijvoorbeeld 5 pixels. Een padding van 5 pixels. Dat is al mooier. Maar ik wil ook dat het van de titel daarboven weg is. Dus we doen een van bovenaf weg. Margin top van bijvoorbeeld 10 pixels. En dan gaan we te zien krijgen. 10 pixels vanaf het menu is hij verplaatst. Geen paniek, we komen steltjes aan bij het einde. En we gaan nu eventjes nog een paar dingetjes gaan aanpassen. Als eerste wat we gaan aanpassen is het volgende. We gaan een indeling maken van de verschillende P-elementen.
En door er eigenlijk boven telkens een border te gaan zetten die dotted is met een dikte van 1 pixel en een kleur van die bepaalde kleur. Dus wat gaan we doen? We gaan de P-elementen aanpassen. Dus we typen P en dan die. En dan gaan we dit er allemaal bij zetten. Ik weet het was eventjes snel ingeknipt en geplakt. Mijn excuses. We gaan een border top style. We gaan dus van boven alleen een border geven dat dotted is, 1 pixel groot is en die kleur heeft. Dus wat gaan we te zien krijgen? We zien hier een border, daar een border, maar ook hier een border. Komen we zelf eens bij. Ik wil wel dat er een afstand is tussen de verschillende P-elementen. Dus we gaan een padding gaan meegeven van 10 pixels van boven en onder, maar 0 pixels van links en rechts. Dus we zien dat dat aangepast is. Plus ik wil ook dat het een beetje gekrompen is, want we zien dat het hier een paar pixels en hier ook een paar pixels buiten komt. Dus we gaan hier een marge meegeven van 0 pixels boven en onder en 5 pixels van links en rechts. En dan zien we dus dat hij wat gekrompen is, dus dat is al een pakje beter. Maar dan juist zei ik, het eerste gedeelte hier, dat moet ik eigenlijk niet hebben. Dus, of ja, ik wil daar niet... het hele gedoe op hebben van die lijn. En ik zie juist dat ik een fout heb gemaakt. Dat is H2 plus P. H2 plus P, dat betekent het eerste P-element na de H2, dus na de titel. Wat gaan we daar gaan doen? Border style op non. Ja, op non. Dat betekent dat deze lijn hier van boven wordt weggehaald. Oké, de laatste twee stukjes en dat is de voet nog. Dus de footer moet er nog aan gaan passen. En we komen bijna bij de 100 regels CSS al. Dus we gaan de footer gaan aanpassen en hier wil ik ook een stukje van de afbeelding hebben. Maar ik wil ook deze linkje naar rechts geplaatst hebben en heel klein gaan maken. Dus we gaan als eerste een afbeelding gaan plaatsen en dat doen we net hetzelfde als daar heel van boven. Dus dat kan je kopiëren en plakken. Background image. Ik wil wel de onderkant van de plant laten zien. Dus dat doen we als volgende. Background position. Position en dan bottom. Zijn gat. Zijn onderkant. We zien direct het steeltje van de plant. Je ziet het steeltje. Dat is perfect. Maar het is vrij klein en ik wil het groter hebben. Dus wat gaan we gaan doen? We gaan een padding gaan meegeven. We gaan een padding gaan meegeven. En ik wil van boven niks. Ik wil van rechts wel wat pixels hebben. Ik wil ook onderaan wat groter hebben. Maar van rechts af ook weer niet. En van links af niet. Waarom? Omdat we de tekst... helemaal naar rechts gaan plaatsen. Dus tekst align gaan we right zetten. En dan gaat de tekst of de titels helemaal rechts aankomen met toch een padding van 5. Dus hij gaat 5 pixels van de rand af zijn. Daarom dat we dit gebruiken. Ik wil nu als allerlaatste de linken wat aanpassen. Want ik wil ervoor zorgen dat de linken van de footer toch in een witte kleur zijn zoals hier van boven. Maar ook dat ze onder elkaar komen en een heel pak kleiner zijn. Dus we gaan als eerste de kleur aanpassen. Deze passen we aan naar wit, dus dat is white. Dan gaan we het direct te zien krijgen. Veel beter, ik wil niet die lijn eronder hebben, dus text decoration op non zetten. De lijn is daar weg. Ik wil dat ze ook veel kleiner zijn. Het gaat eventjes heel snel, mijn excuses. Dus we nemen font size van 0,6 em, veel kleiner. Oké. Dat was eventjes heel snel. Wat heb ik gedaan? Kleur aangepast, text decoration, font size, is allemaal wat we al hebben gezien. En dan komt er nog iets nieuws. Display, en dan moet ik het eventjes spieken, blok. Ik wil dat het als een blok elementje wordt getoond. En het wordt mooi onder elkaar gezet. Waarom? Heel eenvoudig, omdat hier twee A-elementen in de hele footer zitten. En als je dat als een blok gaat tonen, wordt alles... beetje geplet. En dan zien we dus dat we een blok elementje mooi te zien krijgen. En we hebben juist op de kop 100 regels CSS geschreven. Kijk eens aan. We hebben nu heel veel gedaan in deze video. We hebben redelijk wat theorie gezien. We hebben nu eigenlijk al een redelijk fatsoenlijke mooie website ontwikkeld. Vind ik toch persoonlijk. Met 100 regels CSS en amper een paar regeltjes HTML. En je ziet dus wat je kan krijgen met gewoon wat CSS toe te passen. Dus daarom dat ik jullie ook aanraad om eventueel als jullie veel meer willen weten dit boek aan te kopen. Dit is de HTML en CSS boek in het Nederlands. Het kost toch wel iets of wat 30 euro, dacht ik. Hiermee heb ik ook mijn eigen lessen uitgeleerd. Het is een heel fijn boek. En alles vanuit de video's komt ook uit dit boek. Dus ja, of je kijkt de video's of je bestelt het boek. Maar ja, linkjes staan eronder in de beschrijving. Maar we zijn eigenlijk op het einde van deze video gekomen. Wat gaat er de volgende video gaan komen? Dat is omleiding van tabellen. Ik ga heel eventjes de oefening gaan laten zien als ik het kan vinden. En dat is dit. We gaan afrondingen gaan maken bij de kaders. We hebben het menu is niks aangepast en we gaan hier tabellen gaan toevoegen met ook wat effectjes als je erover gaat. Zoals je kunt zien, de muiseffecten.
We kunnen hier, dit gaan we ook allemaal gaan toepassen. Het knopje, hoe je die kunt laten aanpassen naar een andere kleur. Dat komt allemaal bij de volgende video. Die gaat wel een stukje korter zijn, hoop ik, dan deze video. Maar we zijn eigenlijk op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een blauw of een zwart duimpje omhoog te doen. Raak ook in één keer dat abonneerknopje aan als je nieuw bent. Maar zeker ook dat belicoontje, want dan krijgen jullie een notificatie wanneer dat de video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Ik ben al meer dan 50 minuten bezig. Wow, doei!